Heren Boeren is samen duurzaam voedsel produceren. En dat doen we al een hele tijd samen met consumenten en burgers. En we vinden het fantastisch dat we de waardering voor ons werk krijgen via de Agroboer Pluim. Heren Boeren is een coöperatieve boerderij in eigendom van 200 huishoudens, 500 mensen. Met een boer in dienst die voorziet in hun voedselbehoeften. Wij hebben hier ongeveer, ja, wij zeggen 60% van de behoeften. Dat resulteert in een gemengd kleinschalig bedrijf waarin wij fruit, groenten, vlees, varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, eieren en aardappels kunnen produceren. Dit is de eerste locatie, de eerste herenboerderij in Nederland. Die is geland in Bokstel op het Wilhelminapark. De ambitie is om van deze locatie een sterlocatie te maken waarin wij laten zien dat het anders kan en hoe het anders kan. En we hebben een ambitie om er meer in Nederland te realiseren in overleg met burgers die ook hun eigen boerderij willen beginnen. De deelnemers die leggen hier 2000 euro eenmalig in. Daarmee hebben we ook de investeringen van dit bedrijf kunnen doen. En ze hebben zich vervolgens voor een x aantal jaren, voor 3 jaar, gecommitteerd aan de exploitatie van dit bedrijf. Zij nemen dus hun voedselpakket voor 3 jaar af op dit bedrijf. Die 2000 euro maakt jouw eigenaar, 1/200ste onaanwijsbaar deel eigenaar van deze boerderij. En via de algemene ledenvergadering in de coöperatie worden fundamentele beslissingen op dit bedrijf genomen. Dus je hebt rechtstreeks invloed op de productiemethode en het reilen en zeilen van dit bedrijf. We zijn bezig met een schaal om van een consumentenbenadering, ik ben consument en ik haal mijn eten van mijn eigen bedrijf, naar een meer community benadering te gaan, dat er ook verantwoordelijkheid voor dit bedrijf en het werk genomen wordt. Ik ben hier gekomen met het idee dat ik nog moest zien of het allemaal gaat werken, dat die mensen wel kwamen helpen en dergelijke. Ja, nou werk ik er 2 maanden en dan zie ik daadwerkelijk dat er ook mensen zijn die komen helpen. Die kan ik mijn kennis uitdragen, kan ik wat uitleggen en wat vertellen over hetgeen wat hier gebeurt. Dus dan vind ik het ook wel weer mooi om met z'n allen proberen er iets van te maken, zeg maar. De achterliggende gedachte is dat je met elkaar verantwoordelijkheid neemt voor je voedselproductie, grip krijgt op je eigen voedselproductie, maar wel op een manier die gebaseerd is op een gezond businessmodel, een professioneel bedrijf. Dus we hebben het over een bedrijf wat niet afhankelijk is van Europese subsidies. We zijn hier ook bezig om een natuurinclusieve productiemethode te ontwikkelen. We kunnen dus veel meer experimenteerruimte krijgen op het gebied van duurzame voedselproductie. En daarmee denken we een serieuze bijdrage in de discussie te kunnen leveren rondom duurzame voedselproductie in Nederland.